Yo, kijk deze video van Fortnite Battle Royale. En ja, ik ga het denk ik wat solo doen, want ja, Indy is een launcher. Dus er niet echt veel, maar ja, veel Engelse guys. Dus ja, daar heb ik niet veel aan. Maar de video in ieder geval. Wanneer is het? Oh, vandaag. Vandaag is het. Trouwens, vandaag heb ik het zag, is er een soort ja, duo-event voor te kwalificeren. Dus doe dat dan eventjes zeker. Nee, hij heeft ook nog niet gereageerd, dus misschien gaat hij wel gewoon met zijn Engelse guys, met zijn Engelse vriendjes spelen. Kan. In ieder geval, ik ben gewoon even terug naar die. Normale kabel, want dan moet ik me echt wat rijden. Ik vind dat gewoon iets ver. Ik ben dat niet gewoon gewend of zo. Sinds ik dat doe bij FIFA. Bij FIFA doe ik het meestal zo met kabel. Dan wil ik het nu ook bij Fortnite en alles. Echt. Dat is echt heel random. Waar zou ik in gaan? Hoe is die fucking pistlijn daar? Ik heb hier zin in oproep. Die ging het dan maar heen. Of zo. Nou ja, dan moet ik wel keihard. Kijk, ik haat deze. Hoe dat nu die bus gaat. Vind ik zo vervelend. Want dan vliegt hij over mijn favoriete plek. Pleasant. Ja, dan is dat allemaal hot drop. Ja. Dan moet je gewoon op tijd zijn. Anders ja, heb je daar gewoon geen. Ja, heb je alleen nog maar misschien pissen of iets. Dan, ja, dan heb je gewoon niks meer dadelijk. Dat is gewoon ja, balen. Maar ik ben ook aan het twijfelen om naast Fortnite en ja, FIFA doe ik dan niet echt. Ja, dan wil ik dan wel. Stel, ik heb vette momenten dan neem ik. Terwijl ja, FIFA doe ik meer live op mixen en dat. Omdat, ja, anders. Maar ik ben daarom aan het twijfelen om. Waarom ligt er nou helemaal geen loot? Of RPG? Daar heb ik lekker veel aan. Om dan ja, Warzone te gaan doen. Want dat is ook best populair. En ja, Fortnite, ja, ik zit bij heel veel. Ik kom gewoon echt bij zoveel bots, dat is niet normaal. Ik zag net hier uit voetstappen. Alleen weet ik niet waar. In ieder geval, ik zag voetstappen. Oh, jij wil maar gaan pickaxen, hè, meneer? Die guy die wil maar lekker gaan pickaxen, die dag even. Oh, die had niet veel subsidie, dus. Nou, alleen wat metaal. Betalen.
Oh, daar heeft hij trots. Zo. Volg mijn perk even een beetje. En dan komt dat ze nu thuis moeten werken. Ik wil even die... Die werkt niet altijd. Daar ga ik dus niet heen. Daar heeft iemand granaatjes neergepleurd. Daar ga ik dus mooi niet eraf. Dat heb ik niet van plan al. In het gevecht kun je die dingen nog wel gebruiken, alleen ja, die kun je niet zo erg negatief, want dan zie je dat gewoon. Ja, of je moet hopen dat iemand net toevallig achteruit loopt en dat hij zo aan het schieten is. Dan kan het nog. Ik heb pas 2 kills en er zijn nog 43 mensen over. Echt. Waarom word ik bij zoveel bot getouwd? In de ja, toch iets prat. Ik vind de scar iets fijner dan de beurs. Oeh, een XP komen. Ik vind het wel een gek manier van die floppers. Dat wordt iets fijner, want stel je ze in een gevecht. En trouwens, de Legacy Loop Controls is uitgezet. Dus stel, je kunt je setting aanpassen. Nou, dan heb je dat toch eigenlijk zelf gedaan, want ze hebben erop gewaarschuwd van. Want ze hebben erop gewaarschuwd dat het. Ze hadden een counter opgezet dat je het uit kon zetten. Terwijl eerst. Daar was niet iemand alleen.
Kijk hier, wow. En dan zit ik gewoon wat hechtjes te slopen. Ja, en dan... kan ik een splijt erop doen. Dit eigenlijk ook Sonic dingen, dat volgt me ja een beetje door het gaan. Het komt denk ik ook zo'n beetje door het coronavirus. Heeft ook wel wat mee te maken, niet alles in ieder geval. Ook wel wat, omdat ja, kinderen thuis en ze hebben, misschien hebben ze een keer een huiswerk en dan gaan ze toch. Er zit ergens gewoon fucking een guy gewoon weer te campen. Alleen ik weet niet waar. Ik wil wel die helikopter pakken. Motherfucker! Stomme rolling. Dan gaan we smollen staken en dan
op, minigun, man. Echt, dat zijn... Echt, een noob dat je bent. Je rot minigun. Dat kan ook helemaal niks, hè? Daarom moet je met je minigun gaan knallen. Echt. Maar ik doe eigenlijk nog één pot. Ik invite hem even. Oh, is goed. Ja, hij is lekker te wandelen. Dus dan doe ik nog wel gewoon even zo'n put. Of hij is die... Ik wil ze even. Ik laat me even zo staan. Ik heb zo'n. Ik heb zo'n. Ja, ik laat het niet zien. Ik heb zo'n ding en dus ik zet het een beetje neer en dan kan ik zo even kijken. Oké, dat kind wil niks. Ja, dan moet je zelf eten, maar heb je daar niet genoeg en dan hoort je zadenboos. Want dan mag je niks kopen. En dan weet je, ja, ja, dat is niet leuk, hè. Eigenlijk is ik wel dikke boven staan. Zou ik zeggen. Ik weet niet of dit seizoen al verlengd wordt in verband met corona. Omdat, ja, die van Epic Games, ja, die werken niet thuis, heb ik gehoord. Dat is wel fijn, dan kan Fortnite. Zo, ik moet het wel even aanzetten. Want anders kunnen jullie niks zien van de gameplay. What the fuck, ik leeg.
Ik weet even niet hoeveel er hier nou in zijn gegaan. Maar gaan we hier ook al heel even zien. Maar ik wil nu even richting de server. Hier is ook iemand geweest. Ik zie geen voetstappen meer, dus die is al weggerend. Dat is geweest. Maar dat die werkt goed thuis, maar ik weet het dan niet. Ja, hoe het zit dan als. Ja, omdat meestal een seizoen, ja, dus volgend seizoen, ding is maar. Ja, dat is toch wel, hoe heet het? Ja, dat is toch wel, ja, min. Ja, daar moeten ze toch wel echt een goede, ja, een goede PC voor hebben. Want ik denk, misschien thuis doen ze het via een laptop of zo. Een goede laptop. Ja, misschien is het dan ook wel met een goede PC, ik weet niet. Maar in ieder geval, ja, daar heb je toch wel echt. Oké, daar heeft iemand. Oh nee, of voor een jumppad van ook. Dus daar heb je toch wel echt een goede PC van nodig voor. Ja, voor iets. Voor een nieuw seizoen te maken. Terwijl, ja, dan moet je niet helemaal laptop voor hebben, maar ja, ik ken ze mee. Ja, terwijl waar ik mee kan editen. Terwijl, ja, dan moet je toch wel eigenlijk veel betere PC voor hebben. Dus daarom vraag ik me af. Want nu is het eindseizoen van. Ja, terwijl het einde van dit seizoen is nu in april ergens, ik weet niet of het begin april was of eind april, een van de twee. Volgens mij was het, ja, zo 27 april, volgens mij, dag Koningsdag, alleen dat weet ik niet zeker. Ik heb dat ergens gehoord, alleen. Wel. Ik heb het wel ergens gehoord van dat eind. Maar het kan gewoon ook zijn dat daar gewoon. Ja, dit gewoon. Ook kei lang laten duren. In verband met het coronavirus, omdat ja, alles is dicht. Er wil nu niemand afspraken maken met voor event. Oh, ik kom er iemand tegen. Nu waar zit die guy? Hoe zit dat? Nee, dan. Ja, serieus, nu al zo snel moe gerend of zo. Ik heb hem echt veel damage gedaan volgens mij hoor. Want ik heb niet 50 meter damage gedaan.
Nu moet ik als een wieder weer naar de cirkel. Fijn, ik ben succes. Nog 23 mensen over. 22. Ik vind het handig is dat ik daarmee ga mengen, dus ja, ik ga denk ik gewoon weer lekker in de cirkel, want ik zie dat de cirkel die is wel echt lekker, mijn eentje, de zoon. En er is een boot, heel fijn. Een boot is altijd heel fijn. Ik moet ook nog damage doen op iemand gewoon die wat in een boot rijdt, dus. Bang dat hij zelf is stilgehangen en dan. Maar ja, hij heeft hem niet aan het springen, want dan is hij bam dood. Bij de Shadow Sith. Oh, staan. Dat daar misschien wel iemand zit. Hier ligt wel veel loot. Zo, wat is daar gebeurd? Oh nee. Motherfucker! Jij met je drumgun. En ook motherfucker, jij met je box bouwen. Echt, ik kan hier gewoon zo. Echt, dan, ik denk als ik van die mensen zie in het game, waarom doe je überhaupt dat solo? Ga dan, als je boxfight wil doen, ga dan van